De spanning was voelbaar in de zaal. Wie worden de sporthelden van 2015? Het was een sportjaar met mooie prestaties op NK's, EK's en WK's. Deze eerste editie van de Sport Awards leverde de volgende winnaars op in de categorie Sportman van het jaar. De winnaar Sportman van het jaar 2015. Meer dan terecht, meer dan terecht, Robert van der Horst. Nou, dankjewel. Ja, wat moet ik hier nog aan toevoegen? Het is een beetje raar voor mij om hier te staan. Waarom? Het is een individuele prijs. Ik heb het ook al een paar keer tegen mijn teamgenoten verteld, maar ik zit in een teamsport. En ik ben voornamelijk bezig met de mensen om mij heen. De mensen die dichtbij me staan, met de vereniging of de hockeybond. En ja, daardoor wil ik mezelf wel eens wegcijferen en dat moet ook zeker. Dus ik vind het een beetje raar om nu deze prijs te mogen ontvangen, ondanks dat ik het zeer eervol vind. Is het inderdaad een geweldig jaar geweest. We hebben alles gewonnen wat we mochten winnen. 2015 staat wat dat betreft echt bovenaan het lijstje van mijn carrière. De klap op de vierpijl wereldspeler van het jaar is iets wat heel bijzonder is. Ik was 6 keer genomineerd. Ik dacht op een gegeven moment, ik denk dat het nu al klaar is. Als ik hem nu niet krijg, dan bel ik ze op en zeg ik nu nooit meer. Maar gelukkig mocht ik hem krijgen en daar ben ik ontzettend trots op. Ja, I'm really ready. Go, bro! De winnaar in de categorie Sportvrouw van het jaar was het Ranomi Kromowidjojo. De winnares van Sportvrouw van het jaar 2015 is geworden Ranomi Kromowidjojo. Ik zou zeggen de hartelijke felicitaties aan Ranomi en uitdaging volgend jaar is geen Rio dat ze volgend jaar hier aanwezig is. Die kan ik niet beloven, maar ik zorg dat ze hier is. En het sporttalent van het jaar werd turnster Tisha Volleman. De winnaars van de Sport Award zijn mede gekozen door publiek.